Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend, ik ben er bij Stan. Ik ga nu met mijn auto weer naar Amsterdam, naar huis. Ik wil wat doen voor content. Ik wil sporten, ik wil weekvlog editen. Ik wil verschillende dingen doen. Maar wat ik deze weekvlog ook wil doen, is dat ik er een... Nou, niet per se een thema wil hangen, maar ik wil deze week gewoon kijken wat ik in de week uitgeef nu ik op mijn telefoon. Dat is gewoon grappig. Ik had vorig jaar een paar weken geleden gevraagd of je dat leuk vindt. En sommigen zeiden dat het heel leuk leek. Dus ik dacht, ik ga het gewoon een keer proberen. Dus ik ga nu al mijn uitgaven tellen en meenemen. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. We zijn weer lekker in Amsti. Even een koffietje voor mezelf zetten. En even, ja, werken. Oké, ik ga nu mijn eerste uitgaven doen van de week. Want ik ga naar de... Appie. En ik ga lunch halen. Maar ik weet nog niet wat. Ik heb echt geen inspiratie. Oké, wat ik sowieso wil gaan proberen is die augurkkaas TikTok trend. Dus dat ga ik sowieso maken. Maar ja, dat is natuurlijk echt geen lunch. Dus ik heb even dingen gehaald voor een salade. Ga ik eens van een geitenkaas salade maken. Nou, even healthy, you know. Was wel lekker. Oké, nou, we hebben lekker lunch gehad. En ik kom nu thuis en ik heb opeens echt geen honger. Ik weet niet wat het is, maar het was €10,97. En dit heb ik gehaald. Dus tomaten. Geitenkaas. Dus die kaas voor de augurk. En twee mango's, want die waren in de bonus. Want ik ga ook mango door mijn salade doen. Oké, ik ga echt helemaal stuk. Ik ga dus die kaas augurk trend proberen. Ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga vinden. What the fuck? Ook een augurk met peper en takkies. Dat was eng. Augurk, zei zij. En ik heb hier een augurk vast. Ik heb er al één op en ik vind het echt heel lekker. Niet een gezonde snack, maar heel lekker. Sowieso is gesmolten kaas fucking lekker. En augurk ook. Dus het is gewoon top. Ga dit maken. Ik wil even zeggen dat ik uiteindelijk heel die lunch niet meer heb gegeten. Want ik had gewoon echt geen honger. In ieder geval, ik had niet zin om helemaal een salade te maken. Dus ik heb nu even gewoon lekker een proteïne smoothie gemaakt. Ik ga zo meteen ook sporten met mijn broer. We gaan boulderen. Dat doet hij dus heel vaak. Dat is tegen zo'n wand klimmen. Ik ben ontzettend benieuwd. Dus dat gaan we hier in Amsterdam doen. Dus ik ga hem zo meteen ophalen bij het PNR. Ik heb ook even mijn sportkleding aangedaan en zo. Zo. En helemaal gezellig. Nou jongens, hier gaan we. Oké, nou, ik heb gebolderd met mijn broer. Was echt heel erg leuk. Hij heeft trouwens wel daarvoor betaald. Maar dat was rond 20 pp. Dus ik ga even vragen of hij nog een tikje wil sturen. Maar misschien denkt hij van betaald. Nou, ik weet niet. Ik ben in ieder geval even naar, supermarkt geweest. Naar de Turkse supermarkt. En tip, haal ik kip daar. Ik heb gewoon 300 gram kip voor €2. Bizar. Ja, ik heb verder dus echt maar €2,10 uitgegeven voor het avondeten. Want ik ga gewoon lekker die salade die ik vanmiddag wilde maken, nu maken. Maar dan gewoon lekker met de kip. Dus dat het echt een lekkere, groot maaltijdssalade wordt. Heel veel zin in. Maar ik ga eerst even mijn kip wassen. Gewoon 300 gram kip voor €2. Ik vind het echt bizar. De Jonas, waar is een fucking bak? Oh, ik ga het hier wel in maken. Dus ja, ik ga lekker salade dus doen.
met kip en mango en pijnboompitten en geitenkaas. Helemaal lekker. Oké, jongens. Ik heb de salade klaar. Ik ga lekker Outer Banks kijken. Dit is zo lekker. Echt. Ik heb dit recept van Cecile. Eigenlijk heb ik het recept niet, maar heb ik het een keer van haar gegeten en geprobeerd na te maken. Door te bedenken wat er de vorige keer allemaal in zat. Het was in ieder geval heel erg lekker met kip. Ik heb de kip zo lekker gemarineerd. Echt lekker met teriyaki saus en yoghurt en allemaal kruiden. Dan is het dus met spinazie en mango. Geitenkaas, pijnboompitten, tomaat en komkommer. En een dressing van extra virgin olijfolie en balsamico azijn. En dan krijg je deze goddelijke uitkomst. En ik ga dit echt vaker maken. Dit is zo goed. Ja. Echt zin in. Ja, echt zin in. Ook echt niet moeilijk. Zo gemaakt. Oké, het is nu woensdag. Maar ik ben vergeten vandaag de recap te doen van wat ik heb uitgegeven. Ik heb de boodschap al verteld. Dat was 12 euro. 13 zelfs. Voor avondeten en lunch. Dus dat valt op zich wel mee. En verder heb ik 7,50 uitgegeven aan een goede doelenactie van mijn neefje die op de basisschool zit. En dan moeten ze chocolaatjes verkopen. Dus ik heb het chocolaatje bij hem gekocht. Nou, dat was 7,50. Dus dat was voor vandaag. Dus we komen in totaal uit op maandag van 20 euro en 56 cent. Best wel veel eigenlijk op één dag. Nou, ik weet het niet. Maar ja, dat was dus maandag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Wimpers zijn echt niet gelijk. Maar ja, het is dinsdag. En ik ga naar kantoor, dus ik ga lekker een nachtje werken. Dit is trouwens de outfit. Hitler's curls zijn echt perfect. Een broek, een topje en een blazer. Nou, helemaal top. Ik ben klaar met werken. Wat is dit allemaal? Nou, en we willen gewoon niet naar buiten, want het regent gewoon keihard. Het is niet regen, hoor. Het is sneeuw. Het is sneeuw en hagel een beetje. Oh, hagelslag. Hagelslag. Lekker. Ik ga morgen een video met Maggie filmen. Ik ben zo benieuwd. En hij staat al online, als deze vlog online staat. Oh my god, ja! Hij komt vrijdag online. En dan gaan we de hele video in Nederlands praten en shoplog doen. Oh my god. Dat wordt echt heel leuk. Ja. Kan je jezelf zien? Ja, zie je? Kan ik zien. Ja, maar come here. Then I do it with you. Kijk, jongens, we hebben net even gegeten. We hebben een soort Emily Mariko bol gemaakt. En ik heb dus nu van Drunk Elephant, super cute. Ah, die minis. Heel cute. Oké. Okay. Ik ga voor jullie. En Nederlands. Ja. Maggie gaat in Nederlands voor jullie reviewen. Oh mijn god. Yo, ik ben echt wit hoor. Ja, maar dat komt weer door die camera. Oké. Okay. Is dit beter? Puree is on a stand. Wacht. Pak die beker. Pak die beker. Zo. Oh, top. Oké. Okay. Hoi allemaal. Met Maggie hier. Dit is een pakketje van Drunk Elephant voor Sar. Oké, okay. Ik ga jullie even zien wat ligt in het pakket. Ja. Oké, okay. Nou, we hebben die jelly cleanser. Oké. Okay. You're echt een nice focus. Hey. Ik ben een echt influencer. En waar is het voor? Dit is. Dus voor je gezicht, gewoon een schoonmaak of zo. Then, this is the best. Volgens mij. Dit is proteïne crème voor je gezicht. Is een proteïne crème. En dit wil iedereen, ja. Zeg jij toch? Ik ben meer bezig. Dit is een night serum. Maar kijk hoe klein. Een BHA. Ja. BHA. Kijk hoe fucking schattig dit. Oh. Heel cute. Nou, deze zijn echt mini. Dit is. En facial olie. This is echt fucking cute. Voor een baby. Ja, echt voor een baby. Dit is, ik ben echt big, SPF 30. Nou. Dat is altijd chill. En dan. Zonnebrand. Oh, dit is een samen. Oh ja. Dit is een liquid serum base. This is daily dose of vitamin C. Oké. Okay. Maar dit is niet hier. Maar ze hebben ook twee keer deze. Oh, hier, ja. Dit is vitamin C serum. En een tasje. En het is wel nog voor reizen, toch? Ja, sowieso. Dus kijk. Alles past in. Ja.
Nou. Nou, hè? Nou, thanks, Sarah. Is voor mij. Nee, grappie. Ik ben benieuwd op de video morgen. Ik ook. Voor de 9e video. Maar als ik het zo hoor, dan heb ik daar 100% vertrouwen in. Ja. Jij kan nog beter Nederlands als ik Engels. Nee. Nee. Nou, wel beter Nederlands als ik elke andere taal die er is. Nou, dus is mijn 50. Nee, 50. Vijfde. Talen. Taal? Ja. Talen? Ja. Ja. Italiaans, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Multi language. International girl. International girl. International girl era. Oh mijn god. Ik kon ervan leren, want ik kan zeg maar één woord Frans en daar houdt het op. Of Duits. Ja, dat is waar. Nou. Nou, bedankt voor het kijken en... Tot morgen. Tot morgen. Doei. Oké, het is nu nog steeds woensdagavond en ik doe nu even een recapje van vandaag. Ik heb vandaag alleen boodschappen gehaald. Voor avond eten voor 2 personen. Voor mij en Maggie hadden we dus een zalmbol gemaakt. En dat was bij elkaar €8,03. Dus dat valt wel mee. Vandaag heb ik alleen zo voor €8 2 personen avond gegeten. Dat is echt niet veel, maar ik had best wel veel in huis nog. Dus chill, nice. Dus ja, dat was van vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ga zo meteen een video filmen met Maggie. Ik heb vanochtend trouwens even gewerkt. We gaan een naked video filmen. Eindelijk kan ik deze doos gaan unboxen. Want één jurk eruit moeten pakken voor een 21 dinner. Maar verder geweldig. Dus... kan ik eindelijk gezien. En ik denk dat ik het een beetje zo ga doen als setup. Helemaal leuk. Maggie gaat dus, dat hadden we gisteren gezegd, deze hele video in Nederlands doen. En ze praat nooit Nederlands. Dus ben heel erg benieuwd. En vanmiddag komt Stan ook gezellig. Dus helemaal leuke dag. Hoi allemaal. Welcome back to Sarah's vlog. Oh, oep. Royalties. Ja. We gaan die video filmen. Nu. Ja. Alles is setup. Ah, ik ben echt benieuwd, die kleding. Ik ook. En mijn Nederlands, maar ja. Ik kan goed. Sowieso. Nou. Jij gaat het... Hallo allemaal, het is inmiddels alweer 7 uur. 7:05. Ik heb lekker gesport, upper body. En ik heb net boodschapjes gehaald met Stan. En we gaan nu lekker koken. We gaan een heerlijke salade maken die ik 2 dagen geleden ook al op heb. En aan jullie heb laten zien. Maar ik vind hem zo lekker dat ik hem gewoon aan Stan wil laten proeven. En ik gewoon weer er zin in heb. Maar toen dacht ik me opeens van... ik was deze week aan het filmen hoeveel ik aan het uitgeven was. Heb je dat volgehouden? Alles wat je hebt even... Nee. Dus ik ga even een recap doen. Dan vind je het ergens in je mee, hè? Nou, en dus hebben we dus nu bij woensdag aangekomen. Vandaag heb ik ook nog alleen maar boodschappen gehaald. Zo, ik geef echt niks uit, maar morgen ga ik uit. Dus dan wordt het wel meer. Vandaag heb ik €7,95 en €1,79 €9,75 uitgegeven. Maar alle prijzen zijn dus wel... Kijk, voor het gisteren heb ik het avondeten van Maggie ook betaald. Nu heb ik kip voor Cecile gehaald. Kijk, ik ga geen tikjes van 1 of 2 euro of een paar euro sturen. Zo ben ik gewoon niet. Misschien is het slecht, maar nee. Maar in ieder geval, ik heb tot nu toe eigenlijk bijna alleen nog maar boodschappen uitgegeven. Dus eigenlijk op zich wel goed. Dus budget gaat goed. Gaat goed. Boodschappen zijn ook gewoon grote kostenpost als je op jezelf woont. Maar ja, wij gaan nu lekker koken in ieder geval. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik word echt niet fucking goed. Want Stan heeft mijn fucking scootersleutel mee naar huis genomen. Dus ik heb nu geen scooter. Waarom de fuck doe ik eigenlijk mijn scooter helemaal? Dit is echt een grap. Dit is echt een grap. Dit is echt typisch automatisme. Maar ja, dus nu moet ik op de fiets. Dus ben ik weer veel te laat op werk. Doei. Oké, ik heb vanochtend gewerkt. Tijd ging alweer veel sneller dan ik wilde. En het is nu alweer bijna 2:30. En Levi, die is hier dus 2:55 bij Centraal. Dus ik haal hem daar op met de auto. Zo lief ben ik. Want anders moet hij weer helemaal gezeik de tram en zo hierheen. Heel snel mijn make-up doen. Ik heb mijn make-up nog niet gedaan. Echt. Oh, ik heb alleen mascara op, maar niet echt face make-up. Dus dat ga ik nu even snel doen.
En dan ga ik hem ophalen. Jongens, ik ben met de enige echte Levi. Ja. Sorry. Oké, ik ben met de enige echte Levi. Oké, nou, weet je. Doe jij eens een vlogteken over. Oh mijn god, mijn eerste vlogkeer. Oké, jongens. Wat gaan we doen vandaag? Mukbang! Mukbang, jongens. Dit is echt niet normaal. Ja. Oké, hoe draai ik dit om? Ja, zo. Ik heb dit gekeken, jongens. Dit is toch eventjes niet normaal. Oké, we moeten eigenlijk even zeggen wat we allemaal hebben. Ja. We hebben een flamebox. Dit is een flamebox. Ja, dit is... wat was het nou? Ja, ik weet het niet. Wat? Oh, ik hoop dat ik dit goed film. Tuurlijk. Jij hebt het gestuurd. We hebben... Een Sushi Sensation Box, dat is die. Deze. Een Party Box. Dat is deze. We hebben een Surf and Turf, nee. Een Crispy Tuna. Een Crispy Tuna. Surf and Turf. Bona. Spring Rolls. En Champi. En Champi. Nou. Jongens, dit wordt helemaal geweldig. Oh, je hebt zoveel camera's. Dit ja. Oké, waar moet ik dit neerzetten nu? Ja, leg maar neer. Nou, ik heb even lekker gesport met Maxter. Maxter is having dinner by herself. Aw, oh, she's eating the leftover sushi. Oh, sorry. Kijk, dat is echt heel goed. Ik zit zo vol. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat de mukbang aankomende vrijdag online komt als jullie dit zien. Dus dan kunnen jullie het checken. Hallo iedereen. Wat gaan we Maggie's doen? Troeg. Nee, ga ik niet. Kan niet. Nee, we gaan... Oud vanavond. Ja. Ik ben echt... Wow. Ben ik fucking wit. Avondje uit. Niet nachtje uit. Niet nachtje oud. Avondje oud. We gaan naar de chin. Wow. Chin chin. Kijk, dit is... Ze blijven liggen. Oh, je kan niks zien. Wauw. Sarah blows well. Maar we gaan uit. We gaan onze make-up doen. Ja. Outfit. En R. Ja. Oh fuck. Better be more like up. Ja, maar dan moet je die video anders doen. Die camera. Maggie gaat een TikTok maken. Oh, ze is heel zenuwachtig. Ja, maar. Wat is het? Baby, got my way. Want ik weet precies wat jij wil. Sinds wat jij was in rood. Baby, come my way. Ik heb echt zin in de clip. Zoveel zin? Oh. Moet uitgaan. Maggie en ik zijn helemaal ready. Hey. Ik ben ready. We gaan. Fotoboeten. Ah. Boeps out. Ik wil niet meer hoor. Nee, en dit is... Hey, dit is het. Dan krijg je er twee. Oh, twee! Ja. Ik ben oprecht ook zo een oelewapper. Dan zit ik zo cool te doen van deze week. Ga ik mijn financiën bijhouden. Ik ga bijhouden wat ik heb uitgegeven. En doe ik dat vervolgens niet. Het is de volgende week. Ik zit de week vlog te editen en ik denk... Nou, ik weet niet waar het nu blijft dat ik mijn geld ga tellen. Maar ik weet wel waar het fout is gegaan. Want ik ging uit op donderdag. Dus donderdagnacht heb ik het natuurlijk niet meer verteld. Vrijdag had ik een kater. Zaterdag... Wat heb ik überhaupt het weekend gedaan? Nou, ik ben er gewoon niet meer aan toegekomen. Maar ik heb het even berekend. Dus ik ga elke keer aan elke dag weer even een recapje geven. Dus we zijn nu bij donderdag. Donderdag... Overdag heb ik getankt. Dus dat was €39,38. Ik had niet een volle tank gedaan, want ik was skeer. En ik dacht, ik ga gewoon even €40 tanken. Dus dat is iets meer dan een half tank. En toen had ik €9,19 uitgegeven in de supermarkt voor avondeten, denk ik. Ja, oh nee, het was die sushi voor drank.
voor rose lemonade. En dan heb ik even alles bij elkaar opgeteld van alcohol dat ik heb gekocht. Alcohol dat ik in de club heb uitgegeven. Febo dat ik 's nachts heb gekocht. De tickets die ik heb gekocht voor de club is €55,30. Dus dat is wel duur. Dus dat komt totaal vandaag uit op een bedrag van €103,87. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat ik heb getankt. Dus donderdag was een dure dag. Dat was donderdag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Gisteravond was echt super gezellig. We zijn nu helemaal gedoucht, omgekleed, opgemaakt al. En we gaan naar de McDonald's. Mackie met Maggie. Oh. How are you feeling? Oké, maar ik wil McDonald's nu. Ja, ik ook. Ik ook. Nou, we zijn net lekker naar de Mackie geweest. Het was echt top. We hebben dus een mukbang gefilmd ervan. En die komt denk ik binnenkort online. Voor jullie. Echt zo lang niet naar McDrive geweest. Dat is heerlijk. We gaan nu gezellig een koffietje doen met een vriendin van Maggie. Die heb ik nog nooit ontmoet. Dus helemaal gezellig. Bij de Noordermarkt dichtbij. Maar dit weer. Het is echt om te janken. Jongens, het is zo hard aan het sneeuwen. Nee. Dit is echt not okay. Leuk. We hebben net een koffietje gedaan. Dat was wel leuk. Maar dit... Dying. Oh my god. Mooi allemaal. Ik heb net Stan opgehaald met de auto. Ik heb het zo koud. Ik heb echt een soort moe en lage weerstand. En zo'n zieke gevoel. Mijn klieren zijn ook een soort pijnlijk en opgezet. Niet zo chill allemaal. Dus ik ga lekker mijn make-up eraf halen. We gaan lekker eten, koken en lekker chill. Het is altijd zo'n irritant geluid hier. Bro. Ik gebruik deze oil booster. Een soort oliebasis. Een reiniging van Babor. En dan doe ik dat voor mijn wimpers. Grap, dit geluid. Zo irritant. Komt dat er echt perfect af. Kijk. Zo, ik heb echt veel make-up op. Zo lekker om mijn make-up eraf te halen. Echt, oh. Het is echt niet normaal. Eigenlijk echt bizar dat je zoveel troep op je gezicht smeert. Dan heb ik hier nog een olie cleanser. Ga ik er nog een keer overheen. Ik vind het gewoon chill om eerst alles een beetje met olie weg te halen. Want dan gaat het voor mijn gevoel gewoon goed weg. En dan doe ik lekker een tonic. Ik heb deze van Garnier. Maar ik vind deze van La Roche-Posay ook heel erg chill. Hou ik altijd allemaal bij Look Fantastic. Look Fantastic is echt de meest geweldige webshop ever. Echt goed eraf halen, want mijn kipmukbang was zo lekker vanmiddag. Echt lang geen McDonald's op. Ik ga nu nog een keer mijn gezicht wassen. Met deze van Cetaphil. Auw, mijn kop. Dan doe ik nog lekker dit crèmetje op van Cetaphil. Want dat is een heel erg lekker dikke verzorgende crème. Dus die doe ik vaak op als ik in de badkamer sta. Heerlijk. Weer lekker schoon gezichtje. Dan zijn we nu bij vrijdag aangekomen voor de recap van wat ik heb uitgegeven. Want ja, ik wil het wel gewoon afmaken. En dat was eigenlijk alleen McDonald's. €27,10. Dat was niet zo'n hele dure dag. Stan heeft de avondeten betaald. Dus dat heb ik niet betaald. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben nog steeds... Ik heb echt super veel last van mijn klieren. Het is echt helemaal opgezet. En ik heb heel erg last van mijn wang. Het zit een soort... Het zit een aft en het doet zoveel pijn. Ik kan gewoon bijna niet praten. Echt kut. Dus ik ga... Nu heb ik een begrafenis. Daarna heb ik een workshop hier thuis. En mijn moeder geeft daar ook workshops in het klei van mokjes. En dat gaan we met het team doen van Haps. En vanavond ga ik echt helemaal niks doen. Nou, mijn moeder die geeft dus de workshops. En wat we gaan doen is deze mokken kleien. Hoe cute. Dus de meiden komen zo. Wordt helemaal gezellig. Het is inmiddels alweer avond. 6 uur of zo. De workshop was echt heel erg leuk. Ik ben nu weer in Amsterdam en ik ga nu lekker avondeten maken. Sue en ik willen shrimp tacos gaan maken. Dus heel veel zin in. Het is inmiddels
12 uur en ik ben video aan het editen. Ik ben serie aan het kijken en aan TikTok het gelijk. Ik heb net lekker loempia's gegeten. Ik had Vietnamese loempia's gemaakt. Gewoon lekker aan het chillen. Oh, het is 10:01. Nu ben ik klaar. Ik ben eerst van de video. Zo moe. Ah, we zijn moe. We staan de make-up afhalen. Lekker snel. Mijn tanden poetsen. En mijn bedje in. Zoveel zin om in bed te liggen en te slapen. Ik weet niet waarom ik blijf, want ik ben alleen thuis. Maar oké. Hey. Nou, ik ga lekker mijn make-up weer afhalen. Ah, het zit omhoog. Dan gaan we door naar de recap wat ik heb uitgegeven. Heb ik weer alleen boodschappen gehaald. Ik heb havermelk, 2 pak havermelk gehaald. Voor €4,24. Of nou, havermelk en nog iets was het. En in de avond ging ik shrimp tacos maken. Heb ik €6,13 uitgegeven en €15,19. Dus dat komt op een totaal uit van €25,56. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondagochtend. Dit is echt mijn ultieme zondag. Ik lig de hele ochtend lekker in bed te editen, koffietje te drinken, lekker te chillen. Het is al 12 uur, maar heerlijk. Ik wilde eigenlijk gaan sporten, maar ik had er echt helemaal geen zin in. Ik ga zo meteen misschien even een ontbijtje halen. En ja. Nou, ik heb echt een goede, productieve dag gehad. Heel veel vlogs, of heel veel video's geëdit. Geüpload, alles helemaal chill, lekker gechilled voornamelijk. En ik ga nu richting Stan. Gezellig een keer vanavond eten. Dus ik ga de auto in en lekker muziek aan en lekker roadtrippen en zingen en I love it. Zondag heb ik gewoon niks uitgegeven. Nee, zondag heb ik gewoon niks uitgegeven. Nou, super chill en goedkoop. Dan zijn we aangekomen bij de moment of truth. Ik ga het nu berekenen, ik weet het nog niet. Dus het wordt heel spannend. Maandag was een totaal van €13,07. Dinsdag was een totaal van €8,03. Woensdag was een totaal van €9,74. Donderdag een totaal van €103. Vrijdag was een totaal van €27,10. En zaterdag was een totaal van €25,65. Oh! Ik vind het dus echt zo meevallen. We komen op het totaal uit van €197,37. Dan is het een week dat ik ook niet gek heb gedaan. Ik heb niks gekocht. Ik heb alleen maar gewerkt. Ik heb alleen maar eten gekocht en uitgegaan. Maar kijk, dit is exclusief vaste lasten. Exclusief verzekering. Exclusief huur. Exclusief alles wat ik in de maand betaal. Dus het is gewoon puur uitgaven van mijn lopende rekening. Sowieso dat keer 4 doen is dat €800. Dat is eigenlijk best wel veel per maand aan eten. Ik heb geen perspectief. Misschien is dat de reden waarom ik meer zou moeten letten hierop. Wat vinden jullie? Vinden jullie dit veel? Vinden jullie dit niet veel? Hallo allemaal, het is inmiddels alweer maandagochtend, dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oh my god, ik moet echt eventjes invoegen hier. Oh nee, want ik moet de broek weer af. Ik moet echt even niet auto rijden en vloggen erbij. Maar ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet je girl zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog. Te volgen op Instagram en TikTok. Allebei @SarahVerwoerd. Ja, ja, ja. Natuurlijk te abonneren. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...